Goedenavond allemaal. Mijn naam is Youssef en ik ben Jos Crypto. And today I'm going to show you how you can buy Bitcoin. I don't know you have. Oh, sorry, I have to. Ik moet even in het Nederlands zeggen. Oké, we hebben eigenlijk. Je hebt gewoon nieuws gehoord hoe het gaat met Bitcoin. Coin, dat is een Bitcoin. Dat is digitaal geld. En ik wil dat gaan kijken. Dat gaat gewoon omhoog. Heel omhoog. Kijk hier. Woosh, omhoog. En misschien wil je weten hoe jij eigenlijk aan Bitcoin kan komen. Oké, voor mensen in Nederland het is gewoon makkelijk omdat. Ik heb geprobeerd ook in Engeland mensen laten Bitcoin kopen. Het gaat niet zo makkelijk. Maar in Nederland kon je eigenlijk makkelijk aan Bitcoin komen. Oké, hoe doe je dat? Oké. Eerst, ik ga gewoon naar een site. Staat lightbit.eu. De link staat onder deze video. Dus je kan opklikken en dan ga je gewoon op die site. Eerst wat je doet, je gaat je registreren. Eigenlijk, ik ben nou al ingelogd, dus hij gaat eerst uitloggen. En kom je hier. En dan hier staat gewoon niet alleen Bitcoin, maar ook andere digitale geld staat hier gewoon aangegeven. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin en de rest. Zijn allemaal, die kunnen ze allemaal kopen, verkopen en van alles en nog wat mee doen. Oké, je gaat Bitcoin kopen. Het enige en het eerste wat jij moet doen, is dat een wallet voor jezelf maken. Wat is wallet? Wallet is gewoon portemonnee. Eigenlijk, portemonnee heb je nodig om jouw gewoon geld in te bewaren. Voor Bitcoin, je hebt een digitaal wallet nodig. Er zijn wel een aantal sites you can, je kan die Bitcoin ook opzetten. Of een soort, soort USB eigenlijk kan je ook kopen. En dan kan jij die je wallet maken. Hè? Gewoon een wallet waar jij jouw Bitcoin in bewaart. Oké? En gelukkig hebben sommige van deze programma's hebben ze op hun website wallet waar jij je geld kan opzetten. Oké, nou hoe moet ik een Bitcoin kopen? Zoals ik zei, je gaat eerst jezelf registreren. Nieuw account maken. Als je dat doet. Dan ga je jouw gegevens invullen en al doen en dan vervolgens kom je aan de website. Ik heb al mij geregistreerd, dus ik ga inloggen. En het staat hier en dan ga ik inloggen. Deze moet ik de auto aangeven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is geen auto. Andere auto's, dus hier, oké. En nou, hier, deze en deze, oké. Verifiëren, oké. En nou kan ik inloggen. Ik ben nu ingelogd, oké. Nou ga ik. Oké. Ik ga inkopen. Kredietkoop. Oké, wat ga je doen? Je gaat eerst kopen. Je klik hierop. En dan staat hier, onderhoud. Oké, ga even kijken of je misschien deze kan kopen. Ja. Normaal gesproken zie je Bitcoin, maar Ethereum is ook een digitaal geld, die kan je ook kopen, maar het gaat erom dat jij weet hoe je dat doet, oké? Nou,
En stel je voor dat je 100 euro gaat Ethereum kopen. En dat is 0,394513. En je hebt hier een adres. Die adres is, zoals ik zei, je adres van je portemonnee, je wallet. Je zet je adres hier. En dan vervolgens er staat hier transitiekosten en transactiekosten en noem maar op en een akkoord en dan volgende even kijken voor mij heb ik een online wallet dus ga ik even naar mijn online wallet dat ik laat je ook straks zien hoe jij online wallet kan maken maar even kijken My Ethereum Wallet. Ik ga naar hier toe. Dan moet je ook laten, ja, ik laat gewoon zien hoe je dat maakt. Maar dat is een beetje, ja, veel te veel informatie, denk ik. Oké, ik ga gewoon iets kopen waar jij, zoals ik zei, deze hebben ook eigen wallet. Dus ik ga even kijken, stel je voor dat jij, dat ik Litecoin gaat kopen. Oké. Okay. Ik ga 100 Litecoin kopen. En in jouw geval, het is bijvoorbeeld Bitcoin die kopen. En dan, het is, als je 100 euro betaalt, dan koop je 2,08 en de rest Litecoin. En het adres hier, je kan ook die je eigen portemonnee hebben. Je wallet of gebruik maken van wallet van Litecoin, Litebit. Ja? En je zegt, deze wil ik gebruiken. Er komt in een adres hier. En wat jij gekocht hebt, gaat naar dit adres. Je kan verschillende manieren betalen. Maar voor ons, ik denk dat het ideaal zijn. Oké, okay, akkoord. En dan ga je volgende doen. Oké. Okay. En dan gebeurt er wat. Wat is aan de hand? Op dit moment. Oh. Ze hebben weinig voorraad. Dus ik ga even iets anders kijken. Dat is één van de sites dat je kan kopen. Even kijken. Even kijken of zij deze hebben. En je moet eigenlijk niet vergeten, je kan hier op dit moment 100. Als je 100 euro betaalt, dan krijg je zoveel van die digitaal geld. Voxels. En dan gebruik van eigen van de wallet van deze site en dan akkoord volgende we kijken of ze dat hebben oh ze hebben niks eigenlijk dat is belachelijk oké wat we gaan doen we gaan gewoon naar een andere site iets gewoon ja er zijn andere sites die ik gevonden heb je kan gewoon bitcoin kopen even kijken naar de andere site. Oké, okay, dit is de andere site. Even kijken of zij wel Bitcoin hebben. Hier moet je ook inloggen. Oh, sorry. Eerst moet je registreren. Registreren en dan je krijgt gewoon informatie hier wat jij moet invullen. En dan noem maar op. En dan wanneer je geregistreerd hebt, dan kom je kijken. Login. Ik heb al mijn paspoort in okay, deze. Heb ik mijn paspoort? Oké. Deze site heeft een programma. Je gaat een programma downloaden. Laat even zien. Even kijken. Google Authenticator.
Ik weet niet of je dat ziet. Dat is deze. Hier. En dat kan je downloaden op jouw smartphone. En dat is eigenlijk, het is iets wat jij moet doen om je account veilig te stellen, omdat als het gehackt wordt, dan ben je gewoon alles kwijt. Dus via deze twee-factor authentication kun je je site, even kijken, bereiken. Hier, je krijgt een nummer. En dan krijg je het login. Oké, nou zit ik op mijn account. Nou ga ik hier bijvoorbeeld, ik ga Bitcoin kopen. Oké, ik ga 100 euro Bitcoin kopen. Dat is 0,016 zoveel. Hè? En dan ga ik, hoe kan ik betalen? Er zijn gewoon verschillende manieren om dat te doen. En hier vraagt ook, heeft gewoon geen eigen adres. Dus moet je adres van jouw wallet hier intoetsen. Wanneer je dat gedaan hebt, agree, en dan ga je buy doen. En deze site, je kan eigenlijk als jij net begint, kan je niet zoveel kopen zoals je wil. Moet je echt jezelf identificeren. Er zijn wel een aantal dingen die jij moet doen. Even kijken, kan ik jou hier eens laten zien. Ja, je moet hier jezelf kunnen verifiëren dat, kijk hier, het is level 5. Ik heb gewoon de 7 verschillende levels en iedere keer kan je bepaalde dingen. Ja, jezelf, eerst je e-mail, dat is level 1. Jouw telefoon, ze moeten gewoon echt kijken of je bent wie jij zegt dat je bent. Telefoon en dan vervolgens een soort bankrekening, dacht ik. Maar als je gaat registreren, dan kun je verder gaat uitzoeken wat je allemaal moet doen om te kunnen hier Bitcoin kopen. En op een gegeven moment, de laatste is gewoon, ze maken een Skype-sessie. Dus je kan gewoon met jouw paspoort of jouw identiteitsbewijs hier voor de camera staan. En dan gaan ze kijken en zeggen, oké, is oké. Dan ben je level 5, dan kun je gewoon iedere dag kopen wat je wil kopen. Oké? En dit is hoe jij Bitcoin koopt. Als je vragen hebt, laat even weten. Links van die twee sites staat hier onder deze video. En ik hoop dat jij juist wijzer bent geworden hoe jij Bitcoin kan kopen. Als je vragen hebt, laat het me weten. Ik beantwoord alle vragen. En ik hoop dat jij iets geleerd hebt deze video. Als jij deze video leuk vindt en interessant vindt, alsjeblieft abonneren. Op je abonneren klikken en dan ik maak gewoon heel veel video's. En als de Nederlandse mensen die daar zijn en willen gewoon meer informatie hebben, dan ga ik de rest van mijn video's ook in het Nederlands doen. Oké? Fijn dat jullie gekeken hebben. En ik ga even verder. En niet vergeten, als je vragen hebt, laat het weten. Doei!